Ik ben hier in het bos, want ik wilde mezelf even terugtrekken. Want ik merkte dat ik veel vaker dan ik wil, soms te koop loop met dat ik geloof en met wat ik geloof. Ik was laatst met iemand in gesprek op Facebook en toen zei ik ineens plotsklaps, ik bid voor je. En toen dacht ik, dat is gewoon eigenlijk een excuus om niet langs te hoeven komen of om het gesprek niet verder te voeren, want ik bid voor je. Ik ben soms ook wel eens bezig met een grote levensvraag. Misschien jij ook wel, over wat je met je leven wil of wat je met je werk wil of wat je met welke kant het leven opgaat of dat iets je overkomt waar je niet weet hoe je daarmee om moet gaan. En dat je daar lang mee bezig bent, ook, misschien ook wel in gebed of door dingen te lezen, met mensen in gesprek te zijn. Maar dat je ook graag wil dat mensen dat zien, dat je aan het worstelen bent. Dat ze zeggen, goh, hoe gaat het nou met je? Maar tegelijkertijd merk ik dan dat als ik zoiets zeg tegen iemand van ik bid voor je, dat gebed per definitie al doodvalt. En als ik wil dat mensen zien dat ik met zo'n levensvraag bezig ben, dat die levensvraag dan niet wordt beantwoord. Of in ieder geval niet sneller. En ik kom er dan achter dat door juist stil te zijn en je een beetje terug te trekken, juist wanneer je bidt, dat juist aanzet tot actie. Dat het niet erom gaat dat iedereen weet dat je voor ze bidt, maar dat je er iets mee doet. En dat eigenlijk al een deel van de verhoring van je gebed is. En als je met een levensvraag worstelt, dan merk ik dat het goed is om niet alleen met die levensvraag bezig te zijn, maar ook om goed voor jezelf te zorgen. Om ook een beetje lief voor jezelf te zijn, om te sporten, om ook echt je lichaam goed te onderhouden. Als je dat doet, als je op die manier tot actie overgaat, terwijl je ook bidt, als je goed voor jezelf zorgt, terwijl je met een levensvraag bezig bent, dan laat je juist God toe. En dan geef je God de kans om ook iets te veranderen in jouw leven of in dat leven van een ander. En daarom is het goed om mezelf dan af en toe eens even terug te trekken, merk ik. Misschien juist in een kapelletje te gaan zitten als niemand er zit. Want dan kom ik met God in contact. Wanneer er niemand naar me kijkt, juist dan krijgt God de kans om ook tot mij te spreken. Dan valt het me toe. Zelfs nog voordat ik erom gevraagd heb.